Het is absoluut live radio. Dit is dossier Mastenbroek. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het is uiteindelijk gelukt. Ik heb contact weten te leggen via een omweg, via een enorme omweg, uiteindelijk met de Nederlandse Antillen, met het eiland Curaçao. Daar bevindt zich op dit moment John Baselmans. Ik vertel net al aan het begin van de uitzending. Hij is een bekend auteur en kunstenaar. Google hem eens. Kijk eens op Wikipedia. Hij heeft ontzettend veel leuke dingen gedaan. Eigenlijk te veel om op te noemen. Wat ook eigenlijk niets met dit onderwerp te maken heeft. Maar wat ik wel leuk vind als je daar toch even naar op zoek gaat. John woont dus op de Antillen en weet alles over het dagelijks leven op de eilanden. Zaken die ook soms het daglicht niet helemaal kunnen verdragen. Ja, John heeft zich destijds ook verdiept in de vermissingszaak van Natalie Holloway. En ja, de zaak Holloway, we kennen het allemaal, betreft de verdwijning van het meisje Natalie in de nacht van 30 mei 2005. Joran van der Sloot is vanaf het begin aangemerkt als verdachte nummer 1. Hij had haar immers voor het laatst gezien en aantoonbaar gelogen. Kent u het verhaal nog dat hij haar had afgezet bij het hotel en dat bleek achteraf niet zo te zijn? Ja, John Baselmans, goedenavond. Ja, goedenavond Martijn. Ja, goedenavond. Fijn dat we elkaar uiteindelijk toch nog hebben kunnen spreken in de uitzending. Ja, dat is even moeilijk. Ja, kun je als eerst eens vertellen hoe het leven op dit moment is daar in Curaçao. Het moet heerlijk zijn, het is hier ontzettend koud, maar wat beleef jij op dit moment? Nou, dit weekend hebben we noodweer gehad. En waar ik woon, dus op Bandabau, hebben we 175 mm regen gehad. Wat wegen kapot en het is een beetje een rare zaak voor dit eiland, omdat we normaal altijd zon hebben. Maar we komen er wel doorheen. Ik bedoel, ook dat lossen we hier wel op dit eiland, hoor. Dus de klimaatverandering heeft ook het eiland Curaçao bereikt uiteindelijk? Op een of andere manier. De regenwolken komen van de verkeerde kant. Precies, normaal is het noordoost, nu komen ze uit het westen. Dus, en dat wil zeggen vasteland en dan Venezuela. En zo krijgen wij ook dat binnen nu. Dat zijn de weercondities. Nou zijn er nog meer condities. Bijvoorbeeld de rechterlijke macht, de politie en de burgerij daar op het eiland en op de Antillen. Kun je eens vertellen hoe die verhoudingen zich stand houden op dit moment? Zijn dat dunne lijntjes of is er echt een keiharde rechterlijke macht daar? Ik schrijf er eigenlijk al jaren over en ik doe heel veel zaken ook proberen te volgen en eventueel ook met rechters te werken en met justitie. Ja. In het verleden is me dat wel gelukt, maar het blijkt gewoon dat wat ik ook in mijn boek toen de maffia-eiland, Curaçao-maffia-eiland heb al gelanceerd. Ja. Was toen, iedereen was kwaad dat ik dat geschreven had over dit mooie eiland hier. Dat was in 2010, was ik als eerste die zei dat dus het eiland draait op de maffia. Niet op de politiek en op alle andere zaken die we normaal een economie opdraaien. Daar kwam ik op omdat ik heel veel zaken, ik zit hier al 34 jaar en ik heb heel veel met kinderleed, pedofilie en die soort dingen heb ik mijn eigen hier heel diep in geworteld eigenlijk, ben ik gaan zoeken. En dan kom je, uiteindelijk kom je op bij de onmacht dat een justitie en rechterlijke macht eigenlijk niks doet. Waarom ze niks doen, blijkt, is nu allemaal wel duidelijk. Maar dat willen de mensen niet horen. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde als wat jij mij al introduceerde in het filmpje. Van, ik ben een complotdenker en dat soort dingen. Ja. Maar het is allemaal gebaseerd. Ik heb hier, in mijn huis heb ik stapels aan files en aan bewijzen. Wat er hier dus allemaal mis is op deze eilanden. Want het is dus niet alleen Curaçao. Ik bedoel, we praten gewoon over de 6 eilanden die onder de Nederlandse vlag nog steeds staan. Het is gewoon hier. Het is het witwaseiland, het drugseiland. Waar we nu heel diep in zitten. En dat is eigenlijk na de moord van heer Wiels. Dat was een van de politici hier geweest. Ja. Blijkt dus dat heel veel afhangt van een gokwereld en van een tweede bankwereld die hier bestaat.
Ja, en dat zijn ook gewoon, hè, je kunt afgeschilderd worden als een complotdenker, maar die moord op Wiels, die staat gewoon keihard en die heeft met dat soort zaken te maken. Dat is ook klip en klaar bewezen natuurlijk. Ja, dan, nou, we hebben, ja, goed, de jongens waar ik mee samen, kijk, ik heb al nou, pakweg een 8 jaar hebben we hier de groep MKK heet het, Movimento Contra Corruption. Dat is een groep mensen die diep in de corruptie duiken en kijken waar de kern ligt en waarom er dingen gaande zijn hier. En ja, dan als je dan ziet wie er werkelijk achter de moord Wiels zit. Ja, ook dat wordt door de rechterlijke macht helemaal afgeschermd. Want dat mag niet naar buiten komen. Vergeet niet, het is een opdracht geweest van een zeer groot Nederlands bedrijf. Ik denk dat het goed is, John, dat je bij deze vanavond een beetje een basis hebt gelegd. Dat je aangeeft, en ik denk dat ook mensen vanuit Nederland dat wel tot op zekere hoogte kunnen beamen. Dat er sprake is van corruptie. Op de Antillen, binnen het rechtelijk apparaat, binnen politie en dergelijke. En dat dat verweven is natuurlijk met het dagelijks leven op de Antillen. En ja, dat erg, ja. Ja, je geeft al aan dat dat vindt plaats op Curaçao, maar ook op Aruba. En natuurlijk ook ten tijde van de 30ste mei in 2005, toen Natalie Holloway verdween op dat eiland. Ja, daar. Het was een heel mooi geval eigenlijk. Ja, er is heel wat uitgekomen toen we daarin gingen duiken. Ja, want wanneer ben je tegen die zaak aangelopen? Ik neem aan, je hebt het in eerste instantie als bewoner van de Antillen een beetje gevolgd vanuit de krant. En wanneer kwam jouw fascinatie om daar toch eens wat meer mee te gaan doen? Nou, kijk, ik kwam heel... Ja, nu kan ik van het eiland niet af, omdat ze me dus hier vastgezet hebben zo'n beetje. Maar goed, dat is wat anders. Ik ben heel veel in Aruba geweest, of op de andere eilanden eigenlijk. En Aruba... Dan kom je even terug op de dood van de heer Betico Cruz. Ja. Die zogenaamd een auto-ongeluk was. Maar meneer Betico Cruz was de man die een bepaald document, een internationaal document, niet wilde tekenen. Nadat eigenlijk de onafhankelijkheid van Aruba. En er is namelijk een document wat eigenlijk elk land op de wereld moet tekenen. En dat is een document, daar wordt heel weinig of nauwelijks over gepraat. En dat gaat uit van de Criminal Identification Department. Ja. En dat is de CID is een organisatie, een justitiële organisatie, die dus onderling, onder de landen, het uitleveringsverdrag en het bewerk, of ja, als er dus mensen zijn die iets weten en ze zijn gevlucht, dan kunnen zij toch verder werken daaraan. En daar moet elk land dan zich aan meedoen, aan vasthouden en aan meedoen. Nu, meneer Cruz wilde dit niet tekenen, omdat achter de CID zit nog veel meer. Want daar zitten heel wat beperkingen als je eenmaal dat document getekend hebt. Dat wil zeggen dat buitenlandse organisaties in het geheim gewoon hier een land binnen kunnen komen. Zoals ze dus nu in Nederland binnenkomen. Ze onderzoeken via de ambassades of via officiële kanalen, onderzoeken ze de zaak. En dan wordt er achter de schermen wordt er ingegrepen. En de ingrijpen kan alles zijn. Dat kan het liquideren van de mensen als het laten verdwijnen of voorgoed de mond laten houden. Ja, want denk jij dat uiteindelijk de verdwijning, hè, want er is natuurlijk nooit een lichaam of een lijk gevonden. Dus we moeten het nog steeds hebben over de verdwijning of over de vermissing van Natalie Holloway. We kunnen het nog niet hebben over een moordzaak. Maar over de verdwijning, dat de verdwijning in scène is gezet om misschien wel de aandacht op dat moment even af te leiden van Aruba? Nou, waar ik achter ben gekomen en uiteindelijk heb ik daar ook wel de bevestiging van gekregen, doordat bepaalde internationale groepen gingen zich inmengen en gingen mij ook bedreigen dat ik mijn mond moest houden. Wat er aan de hand was in 2005... Rond die tijd waren er twee Italiaanse zeer grote maffialeden. Mensen die internationaal gezocht werden.
En die in Aruba eigenlijk een geweldig leven aan het leiden waren. Die werden beschermd door ja, eigenlijk een beetje de Arubaanse justitie. Ja, en ik moet je even onderbreken, John, want dit is wel, ik moet het echt even samenvatten. Dit is wel cruciaal voor jouw verhaal, want je hebt mij natuurlijk al iets verteld. We gaan terug naar 2005. Er zijn twee maffialeden die op dat moment beschermd worden door de Arubaanse justitie. Ja. Op dat punt zitten we nu met elkaar. Ja. En wanneer komt dan uiteindelijk het moment dat ze zoiets hebben van ja, dat Natalie Holloway daarbij betrokken wordt? Hoe zit dat precies? Nou, dat zijn vaste patronen die je dus, als je de sit een beetje gaat bekijken, hoe ze werken, hebben ze vaste patronen. En het, nou, heel dom eigenlijk, want ik heb ze ook al eens een keer gezegd van nou, het wordt dus tijd dat jullie eens een beetje anders gaan denken en ook het anders in gaan kleden. Maar wat is er aan de hand? Pa van der Sloot is rechter. Hij was inderdaad rechter in opleiding ja, in 2005. Ja, klopt. Maar oké, hij was wel een bepaalde een man die het die de mogelijkheid had om dingen tegen te houden. Hij was wel een vernieuwer wat dat betreft. Hij wilde de boel een beetje opfrissen daar, begrijp ik. Ja, hij wilde opfrissen, maar niet onder dwang van Amerika. Kijk. Wat Amerika wilde namelijk de uitlevering van deze twee maffiamensen. Het waren heel gevaarlijk, of het zijn nog steeds, want ze zijn nog steeds voortvluchtig. Ja. Amerika wilde deze mensen hebben van Aruba. Pa van der Sloot wilde daar niet aan meewerken. Met onder andere de justitie die Aruba heeft. Denk jij dat hij onder druk is gezet om dat wel te doen? Ja, hij is zeker onder druk gezet. Uiteindelijk is hij daar ook onder bezweken. Ik bedoel, hij leeft niet meer. Nee, hij is natuurlijk vroegtijdig overleden. Dat ja. was een van de, eigenlijk een beetje van de bewijzen dat ze dus de zaak, dat er wel degelijk iets met Pa van der Sloot aan de hand was. Dus Amerika was op dat moment druk aan het uitoefenen, zo begin mei 2005. En hij wilde daar niet aan meewerken. Hij wilde die twee kopstukken niet onder de voorwaarden van Amerika uitleveren aan Amerika. Nee. Wat gebeurde er vervolgens? Nou, wat er dan, wat zo'n organisatie doet, die gaat dus proberen mensen in het land te krijgen. Kijk, als een justitie geen toestemming geeft om FBI binnen te komen, dan moeten er andere mogelijkheden of andere kanalen gemaakt worden. Ja. Nou, wat doe je dan? Dan zorg je, wat dan in dit geval is geweest, en dat was ook de reden waarom FBI zo vreselijk snel op Aruba was. In alle gevallen die wij hier op de eilanden hebben, is FBI nog nooit zo snel geweest als in de zaak Holloway. Nee, en het ging in eerste instantie natuurlijk, John, gewoon eigenlijk om een meisje die misschien wel een nacht heeft doorgehaald en misschien wel iemand was blijven slapen. Dus er was niet acuut iets aan de hand. Nee, de ernst. En wat blijkt ook, kijk, op de nacht, de mevrouw Holloway met haar man en de FBI zijn met een vliegtuig naar Aruba gegaan. Waar die buiten de papieren om is gekomen. Dat de registratie van de vluchtgegevens, de passagierslijsten. Men weet ook niet waar dat vliegtuig naartoe is gegaan. Uiteindelijk zijn we erachter gekomen, het vliegtuig is in Mexico geland. Ja. En daar is Natalie uitgestapt. Maar het vliegtuig kwam dus naar Aruba toe. Bleef op het uiteinde van de startbaan staan. Daar heeft hij altijd gestaan, af al die tijd dat hij op Aruba is geweest. Ja. En mevrouw Holloway is flyers gaan uitdelen dat haar dochter zoek was. Maar op dat moment was haar dochter nog steeds was aan het feestvieren bij Charlie's Bar. Ja. Dus aan de andere kant van het eiland. Dus als ik het goed begrijp, zeg je dat terwijl Joren van der Sloot Natalie Holloway eigenlijk nog moest ontmoeten in Carlos en Charlie's op Aruba, landen de moeder en de vader van Natalie Holloway onder auspiciën van de FBI op dat moment al ergens in de buurt van Mexico om vervolgens te gaan flyeren op Aruba. Op Aruba, om daar de flyers uit te brengen. Want mevrouw Holloway was al flyers uit aan het brengen terwijl dat er nog geen vermissing was. Er was helemaal nog geen vermissing. Wat een bizar verhaal.
Ja, dus eigenlijk is de tijdlijn niet zo goed uitgezet. Mocht het een conspiracy zijn, dan is de tijdlijn niet goed uitgezet. Dan zijn ze eigenlijk te vroeg begonnen met flyeren, begrijp ik. Nou, toen zijn ze als een gek weer de flyers, want die waren ze aan het ophangen in de stad zelf. Die hebben ze weer weggehaald. Ja. En uiteindelijk hebben ze ook nieuwe flyers laten maken, want er waren dus, toen werd er ook een verdachte al aangewezen. En dat was van het, dat was eigenlijk al meteen Joran. Nou, en Joran is een makkelijke verdachte, omdat ten eerste, het is een jongen van een rechter die vreselijk verwend is. Ik bedoel, Joran was geen lekkere jongen. Hij had al een beetje een bekende op Aruba. Ja. Ik bedoel, met zijn drugs, met zijn jonge dames die hij allemaal bezocht en waar hij mee omging. En vergeet niet zijn gokken. En natuurlijk, hij was de zoon van de rechter waar het dan allemaal om ging. Ja, ja. Juist. Dus en dat hebben ze, bewust hebben ze dat opgezet. Nou is er een grote kink in de kabel, want waar heeft Amerika niet aan gedacht? Een Amerikaanse wet zegt, of de Amerikaanse wetten zegt van, ze kunnen iemand aanwijzen als geen zijnde moordenaar, en dan moet die persoon moet gaan bewijzen dat hij het niet is. Nu het Europees recht zegt net tegenovergestelde, je kan wel iemand aanwijzen dat je vermoedt dat hij een moordenaar is, maar dan moet OM of justitie moet het gaan bewijzen. Dus wat gebeurde er nou? Justitie ging niet bewijzen dat Joran de moordenaar was, omdat er waren geen bewijzen. Er zijn geen bewijzen. En dat heeft Amerika vreselijk kwaad gemaakt. En die is er dus een gigantische propaganda op gaan gooien. Wat je natuurlijk ook wel verbaasd moet hebben, is dat uiteindelijk Paul van der Sloot, de vader van Joran van der Sloot, zelfs ook nog is aangemerkt als verdachte en is aangehouden. Ja, maar dat is de vuile manier zoals een Amerikaanse justitie werkt. Mocht je net inschakelen, ik heb aan de telefoon John Baselmans. Hij is een bekend auteur en kunstenaar. Hij woont op Curaçao, op de Antillen. En hij weet alles over de dagelijkse gang van zaken daar op de eilanden. We praten over de vermissingszaak van Natalie Holloway. En natuurlijk Joran van der Sloten, die vanaf dag 1 verdachte nummer 1 is geweest. John Baselmans geeft zelf aan dat er op dat moment in 2005 een kwestie speelde met twee maffiafiguren op het eiland. Amerika had om uitlevering gevraagd en vader Paul van der Sloot, die wilde dat niet. Hij was rechter in opleiding en had daar een behoorlijke vinger in de pap en wilde eigenlijk op een nieuwe, nette manier daar justitie en rechterlijke macht een beetje gaan opfrissen. Hij wilde dat niet. En is toen op een eigenlijk een bizarre manier onder druk gezet. En John vertelde het net al een beetje. Is waarschijnlijk het verhaal van Natalie Holloway zo geanceneerd dat uiteindelijk niet alleen Joran van der Sloot ten val is gekomen, maar ook Paul van der Sloot. Hè? Vertel ik dat goed zo, John? Ja, Paul is. Er was echt geen hartaanval. Zoals het in de papieren staat. Absoluut niet. Ik heb begrepen dat hij op de tennisbaan uiteindelijk in elkaar zakte, toch? Ja. Ja, goed. Maar hier zakken op deze eilanden regelmatig mensen. Ik bedoel, het is bijna, niet elke avond, maar het is bijna elke dag wel, of om de zoveel dagen, dat er hier mensen spontaan doodgaan, hoor. Ja, maar dat kan. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook. Maar in dit geval betwijfel jij dat. Nee, maar gericht. Dus dat bedoel ik mij niet op een natuurlijke weg, laat ik het zo zeggen. Dat is wat we. Kijk, hier wordt heel veel. We hebben hier momenteel ontzettend veel gifzaken in de zaak van Campo. Onze ook een duistere zaak. Ja, bekend verhaal. Dus dat is wat er met Paar van der Sloot is gebeurd. Denk jij, John, dat uiteindelijk dan in jouw verhaal Joran van der Sloot helemaal nooit met haar op pad is geweest? Nooit naar het beruchte strandje toe is gegaan? Zij hebben hem wel gezien met haar. Ja. Maar en hij heeft op bepaalde momenten heeft hij wel gezegd dat hij contact met haar had. Of dat ze zijn ook bij elkaar gezien. Ja. Dat is ook niet de issue. De issue is hij heeft heel duidelijk niet de moord begaan. En waar is zij dan gebleven, denk jij? We hebben nog een foto kunnen achterhalen dat ze dagen na de vermissing is ze gesignaleerd bij een
hoe heet het, een tankstation in Mexico. Ja. Daar hebben we eigenlijk als laatste de informatie. In zoverre, ze is toen dat naar buiten kwam, is ze Zuid-Amerika ingevlucht. En, of gebracht, want ze zit gewoon onder een andere naam. En, maar met medeweten van haar ouders, van de moeder of van de FBI? Van de FBI, uit Amerika. Dit is een complete setup geweest. Maar ook met Beth Holloway, haar moeder, daarbij betrokken? Ja. Oké. Ja. Kijk, die zitten gewoon, die spelen dit helemaal mee. Vergeet niet, Beth Holloway of pa en ma Holloway hebben nog voordat hun dochter naar Aruba ging, ja, hebben ze een verzekering afgesloten van 10 miljoenen. Een levensverzekering. Voor zichzelf of voor Natalie? Voor op haar, ja? op Natalie. Ja. En dat is de reden waarom Natalie dood moet zijn, want anders krijgen ze nooit het geld. En daarom hebben ze in Alabama in 2012 haar dood laten verklaren. Omdat de rechters hier op Curaçao, of op Aruba, haar niet dood kunnen verklaren, omdat ze wettelijk is ze, volgens het Europees of het Nederlands recht, is ze niet dood. Nee, dat is heel lastig inderdaad. Ja. En daar heeft dus Amerika zich heel erg op verkeken. En daarom is mevrouw Holloway nu zo vreselijk kwaad. Want ja, kijk, wat Joran allemaal gedaan heeft. Kijk, ik bedoel, hij heeft afgeperst en hij heeft geld afhandig gemaakt en ja, al dat soort dingen meer. Maar ja, dat komt allemaal goed uit voor zijn gokken. En hij speelde het spel mee. Hij is zo dom geweest om het helemaal mee te gaan spelen. Ja, want John, wat heb je allemaal gehoord over Joran van der Sloot zelf? Wat was dat nou voor een jongen? Want helemaal fris was het natuurlijk niet wat hij daar deed op dat eiland. Nee. Kijk, het was echt een ja, zoals we hier verschillende van die jongeren hebben, van die verwende figuren die niet naar geld hoeven te kijken, een luxe leven leven. En drugs en vrouwen en gokken, dat was gewoon, dat zit in die soort figuren. Hij is bewust uitgezocht geworden. Wat denk je, John, als jouw verhaal klopt, wat wilde de FBI uiteindelijk dan bereiken met deze actie? Want je zou ook kunnen zeggen, hè, dat gebeurt natuurlijk wel vaker bij jullie op het eiland. Ze hadden ook Paul van der Sloot natuurlijk op een andere manier kunnen aanpakken. Waarom deze hele setup met een moeder en een vader en een meisje uit Amerika dat uiteindelijk verdwijnt? Waarom op die manier? Die manier was de enige manier om zogenaamd mee in het onderzoek te gaan doen en zoveel mogelijk FBI-figuren hier naartoe te halen om in de avonduren of in de zijuren, zeg maar, om daar achter die twee maffia-Italianen te gaan. Maar die Italianen die hadden het door. Die Italianen zijn nog geen twee dagen, nee, ik geloof nog niet, daar zit geen 48 uur tussen. Toen dat hele geval, dat ze hoorden dat de FBI die kant uit was gekomen via de vliegtuig, zijn die twee meteen gevlucht. Die zijn meteen gegaan. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk voor het eiland ook een enorme imagoschade opgeleverd. Hè? Want toerisme bleef natuurlijk ontzettende lange tijd uit. Wat dat betreft, mocht het een setup zijn geweest om de Antillen, Aruba in dit geval, te bestje, dan is ze dat wel enorm gelukt natuurlijk, want het toerisme is ontzettend teruggelopen. Ze hebben heel veel kapot gemaakt en gelukkig Aruba is er heel mooi weer bovenop gekomen. En ik bedoel, ze hebben, kijk, er zijn nog wat meer details bijvoorbeeld. Kijk, op een bepaald moment, omdat de rechterlijke macht dus niet meewerkte aan de uitlevering, werd er ook op een bepaald moment door Donner, werd aan de minister van Justitie, ja, toentertijd, werd opgedragen om Nederland er helemaal buiten te laten. En dat kan bijna niet, en dat blijkt dus ook wel, want toen dus Amerika en de FBI volop aanwezig waren en Nederland eigenlijk nog niet, niet vol in het onderzoek meedeed, nou, toen is de pressie van Amerika gekomen naar Nederland toe. En toen heeft Donner dat weer ingetrokken. En toen zijn er ook Nederlandse experts naar hier toe gekomen. Nou ja, alles is hier naartoe gekomen. De marine, weet ik allemaal wat ze hier naartoe hebben gestuurd. Toen wij daar waren op het eiland, toen vlogen de straaljagers allemaal rond onze oren onderhand.
Nou, net of je met een straaljager een vermist persoon kan vinden, maar goed. Ik bedoel, het was een heel machtsvertoon. Het leek wel net of Aruba in oorlog was. Wij waren toen zelf ook op Aruba. Ja, want jij kent de situatie daar bij het Marriott Hotel, waar Joran van der Sloot dan naar eigen zeggen haar heeft achtergelaten op het strand. En waar hij naar de hand over vertelde, hè, bij Peter R. de Vries, we kennen die uitzending natuurlijk wel, dat hij uiteindelijk via een vriend, via hogere machten geregeld had dat zij uiteindelijk zo'n 10 mijl van de kust uiteindelijk in het water is gegooid. Is dat mogelijk daar? Kun je daar in het hols van de nacht een bootje regelen en het water opgaan zonder gezien te worden? Ja, nou, zonder gezien te worden, maar het is niet abnormaal. Ik bedoel, je hebt veel pleziervaartuigen die daar af en aan gaan. Je hebt de vissers die daar hangen. Het is mogelijk. Het is mogelijk, maar ik geloof ook niet dat het dan... Kijk, de verklaringen van Joran die zijn heel veel tegenstrijdig. Ja. Ik bedoel, hij liegt bij het leven. Ja. En dat heeft hem alleen maar in problemen gebracht. Dat het vandaar is gegaan, dat geloof ik ook niet. Als het zou gebeurd zijn, maar het is gewoonweg niet. Ze is volgens een taxichauffeur, die ondertussen trouwens ook vermoord is, is zij teruggebracht naar het vliegveld, ja. Naar dat vliegtuig. Ja. En die taxichauffeur is ook vermoord. Een van de onderzoekers waar ik indirect, niet direct mee werkte, maar indirect mee werkte, is ook vermoord, een van de journalisten. En dat is wat FBI heeft ook geprobeerd mijn mond te snoeren, omdat ik met dit verhaal eigenlijk al van vrij in het begin op internet naar buiten kwam. Hoe hebben ze geprobeerd jou de mond te snoeren, John? Ik ben niet zo'n populair figuur hier, omdat ik gewoon al dit soort dingen dagelijks aan de kaak stel. En zeker van rechters en alles. En ze hebben dus in eerste instantie via internet alles wat op internet was, hebben ze geprobeerd om eraf te krijgen. En ze hebben hem ook gewoon openlijk bedreigd dat er sancties genomen zouden worden als ik verder zou gaan in het onderzoek. En datzelfde hebben Nederlandse onderzoekers... Kijk, ik heb met twee Nederlandse onderzoekers heb ik ook contact gehad, waarvan eentje die is later hier nog even op het eiland op Curaçao komen wonen. Ja. En met die man had ik best goed contact, omdat we heel veel klankborden hadden tegenover elkaar. Hij heeft veel meegemaakt in onderzoeken. Ik zie hier veel op de eilanden en maak veel mee. En ja, die verhalen, dat werd gewoon allemaal bevestigd, ook door hem. En hij zei op een bepaald moment, hij was dus in het onderzoek van Holloway. Hij zei, en toen kwamen we op een punt wat heel erg gevoelig was en dat te veel naar Amerika gaan zou wijzen. Ja. En toen werd ik van de zaak afgehaald, van hoge hand vanuit Nederland. Ja, want het klinkt natuurlijk in eerste instantie is het heel onwaarschijnlijk dat Amerika het natuurlijk als setup in elkaar heeft gezet. Maar ja, soms verwacht het onverwachte. Soms is het meest onwaarschijnlijke misschien wel heel waarschijnlijk. En voorlopig is ze inderdaad, dat heb je in elk geval mee, John, is er nog steeds geen lichaam gevonden. En ja, ook het verhaal dat je vertelt rondom Joran van der Sloot. Het is natuurlijk een hele beïnvloedbare jongen geweest destijds. Die, wat dat betreft, mocht je verhaal kloppen, een gemakkelijke prooi is geweest. Zou de FBI dat hebben geweten? Zou ze hem een beetje gemonitord hebben? Dat ze wisten dat hij verslavingsgevoelig was? Ze houden je in de gaten. Ik bedoel, ik merk het zelf ook. Omdat ik dus heel veel in die maffia bezig ben. In de gokwereld, in de drugswereld. Ze houden je in de gaten. Ik word zelf nu getolereerd omdat ik sta onder een curatele. Ik mag het eiland niet meer af. Of althans, ik mag er wel af, maar ik mag Amerika en Nederland en Curaçao niet meer binnenkomen. En dat is allemaal te maken met het onderzoek dat je hebt gedaan destijds hier. Onder andere. Het is een samenloop van omstandigheden. Ik heb een hele grote drugszaak aan de kaart gebracht, wat zelfs tot zeer hoog gaat. Nou, dat zal ik even hier niet over hebben. Nee. Maar dat heeft me dus werkelijk mijn kop niet gekost, maar mijn vrijheid wel. Ja. Ja. Uiteindelijk is Joran van der Sloot natuurlijk een tweede keer aangehouden voor een
moord in ja, deze... Ja, ze konden hem niet te pakken krijgen in feite. Ik bedoel, hij ging te veel uitlokken. Denk jij dat hij die moord wel heeft begaan of dat daar toch ook weer een... Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Natuurlijk de moord in Peru, hè, op Stephanie ja, Flores was kijk, dat. Joran kreeg door dat, dat Natalie... ze is in Argentinië geweest, ze is in Chili geweest en in Peru. Ja. Nou, daar is zij, daar is Joran achteraan gegaan. Ik heb zo'n idee dat hij op een bepaald moment heeft geprobeerd haar op die manier onder druk te zetten om van de hele rotzooi af te komen. Nou, op het moment. Dus als je, wij hebben hier de eerste, en dat zijn berichten die nooit verder meer naar buiten zijn gekomen, maar de eerste berichten die wij hier te zien en te horen kregen en te lezen kregen, waren dat het heel vreemd was dat het ten eerste, dat ze dus, hoe heet ze? Stephanie Flores? Flores, ja. Ja, oké, die heeft hij dan zogenaamd ontmoet. Hij is mee naar een hotel gegaan. Hij is kwaad geworden. Daar komt het op neer. Daar is het hele... Nou, die Flores... Nou, blijkt uit dat hotel... De eigenaar van het hotel... heeft een verklaring afgelegd. En die verklaring hebben we toen hier gelezen. Ja. En daar stond heel duidelijk, mijn hotel heeft maar één camera. En dat is de camera bij mijn kassa, vooraan beneden bij de, waar je binnenkomt? Ja, bij de entree, bij de balie. Nou, ik moet je zeggen, John, dat ik dat ook wel heel erg opmerkelijk vond. Hoor, dat er eigenlijk direct, eigenlijk haarscherpe beelden waren van Joran van der Sloten. We kennen allemaal die beelden waar dat in die kamer uitkomt. En als je dan een beetje gaat lezen, het was een van de goedkoopste hotels daar volgens mij, het Tak Hotel. Heel bijzonder. En de eigenaar heeft openlijk voor de televisie, want we hebben ook de beelden, want er werd meteen allemaal opgenomen in Peru. Want het ook zoiets, het was meteen wereldnieuws. Het leek wel net of iedereen op zat te wachten dat dit zou gaan gebeuren. Ja, dan ook nog een keer op 30 mei, hè? Gewoon exact 5 jaar later. Ja. En toen heeft dus die eigenaar heeft gewoon keihard verklaard van ik heb geen camera's in elke gang en zelfs in kamers. Kan het wel zo zijn dat hij misschien, want hij had natuurlijk geld, hij had natuurlijk Beth Holloway afgeperst. Ging natuurlijk met geld onderweg naar Peru om daar mee te doen aan een of andere pokertoernooi. Kan het niet zo zijn dat ze hem gewoon volgden door de FBI en dat hij daarna uiteindelijk toch die moord heeft begaan en dat toevallig dan op beeld stond? Of denk je dat het toch anders zit? Ik eerlijk, zover als ik... laten we zo zeggen. Zover als we Joran doorgelicht hebben tussen een jongen met bla bla en hij heeft een pokerface. Laten we het dan maar zo zeggen, want dat is ook zijn lievelingsspel, poker. Ja. Maar het is geen moordenaar. Hij zegt, op het moment dat ik vertel wat er echt gebeurd is, dan ben ik doelloos. Want hij zit natuurlijk nu een levenslange gevangenisstraf bijna uit daar in de gevangenis. In een van de ergste gevangenissen daar in de buurt van Lima. Hij zegt, als ik nu ga praten en vertel wat er gebeurd is, dan krijg ik geen geld meer. Heb je enig idee waar die geldstroom vandaan komt? Waar heeft hij het dan over? Nou, hij heeft, kijk, in zijn pokerwereld, in zijn gokwereld heeft hij, heb je altijd wel mensen die geld je nog schuldig zijn en geld toedienen. Ja. Om zo dat je toch je handeltje nog kan doen. Hij heeft dat ook nog lang in de gevangenissen of op sommige verschillende plaatsen gedaan. Ondanks dat hij dus, heeft hij nog zijn handel en wandel, heeft hij gewoon door kunnen voeren. Ik vond het wel interessant, John, want jij vertelde dat jullie een aantal dagen na de verdwijning van Natalie Holloway de beschikking hebben gekregen over een foto uiteindelijk, waarin zij te zien is na de vermissing op 30 mei 2005. Kunnen we dat ook nog ergens zien? Hou je ergens nog een dossier bij online?
Die foto is helaas, kijk, we hebben heel veel problemen gehad. En waaronder dus, we zijn ook materiaal kwijtgeraakt. We hebben nog wel, ik heb nog wel dus wat verklaringen. Ik heb nog wel wat gegevens van het vliegtuig en zo. Maar ja, ik zet dat geen van allen meer op internet. Nee, omdat je er echt problemen mee krijgt. Maar, ja, dan, ik bedoel, wat... Kijk, mijn wereld is toch al heel anders dan van menig andere mensen. Ja. En ik pas ervoor om speelbal te gaan worden van de FBI verder. Ik pak liever de FBI op een andere manier aan, waar ik aan kan tonen in hoeverre dat ze zelf in de rotzooi bezig zijn. Nou kunnen we die stukken dan helaas, zeg ik er dan wel bij, dan niet online meer terugvinden. Maar je doet heel veel andere dingen. Als mensen op dit moment zitten te luisteren en denken van jeetje, wie is die man? Waar kan ik meer over hem te weten komen? Op welke kanalen ben jij zo'n beetje actief, John? Waar ik niet in actief ben. Kijk, sowieso ben ik hier op de eilanden heel druk bezig van alles wat... niet door de beugel kan. Ja. Dat rapporteren kan ik niet meer. Omdat we zitten ook met de grote problemen, dus met de justitie. Ja. Maar signaleren doe ik het wel. En ik schrijf daar heel veel over. Ik heb mijn eigen blog in Watamula, heet dat. Watamula blog. Ja. En ik heb mijn drie websites eigenlijk. Ik heb een website waar ik al mijn werk, mijn tekeningen, mijn schrijfwerk heb staan. Ik heb een website dat mijn schrijfwerk laten we het maar zeggen, spiritueel. Ik probeer ook, waar ik mijn krachten nog wat vandaan kan halen om door te blijven gaan. Ja. Hier lijkt de verbinding even verbroken te worden. Dat is ontzettend jammer. Want we hadden natuurlijk nog graag even met John verder gesproken. Ik weet niet of ik het op dit moment nog kan herstellen. Ook in het licht van wat hij net vertelde, dat hij natuurlijk best wel in de problemen komt daar op het eiland. Door wat hij uiteindelijk allemaal naar buiten brengt. Ik weet niet of we nog heel snel de verbinding weer kunnen herstellen. Ik ga het toch heel even proberen. Nee, het is toch wel heel bijzonder dat we hem op geen enkele manier meer aan de telefoon kunnen krijgen. Een abrupt einde aan een bijzonder interview. John Baselmans hoorde je op de radio. Het is een bizarre, bizarre uitzending vanavond, dames en heren luisteraars. Ja, John woont in de buurt van Willemstad op Curaçao en hij kent de dagelijkse gang van zaken als geen ander op het eiland, dat bleek ook wel. Hij heeft zich destijds compleet vastgebeten in de zaak Natalie Holloway. Oftewel de verdwijning van het Amerikaanse meisje natuurlijk in de nacht van 30 mei 2005. Ja, en Joran van der Sloot werd vanaf het begin af aan aangemerkt als verdachte nummer 1. Maar het zit heel anders, zegt John Baselmans. John Baselmans zegt dat Joran het slachtoffer is geworden van een... actie die eigenlijk gericht was tegen zijn vader, Paul van der Sloot. Hij zegt, ja, er waren twee grote criminelen op dat moment op het eiland. Twee maffiabazen. Amerika wilde ze uitgeleverd hebben, maar Paul van der Sloot, de vader van Joran van der Sloot, wilde daar absoluut niet aan meewerken. En is er volgens John een setup gecreëerd? Ik krijg toevallig nu even een berichtje binnen van John. Hij stuurt mij... De telefoonlijn is compleet dood. En afgesloten. Dat is ook wel heel erg bizar op dit moment. Er zijn vreemde weercondities op het eiland op dit moment. Maar ik kan hem even terugsturen dat we hem veel sterkte daar wensen. En even weer met beide voetjes op de grond... Als je dit verhaal gehoord hebt en je denkt van... ja, het zal allemaal wel. Er zijn echt vreemdere dingen gebeurd. Kijk naar de moord op Kennedy. Is die ooit opgelost? Is daar ooit duidelijkheid ingekomen? En is het niet zo dat uiteindelijk zelfs
de grote misdaadjournalisten ter wereld er niet omheen konden dat er mogelijk wel eens vanuit bestuurlijk en positieve politieke posities daar iets bewerkstelligd is. Het zou zomaar kunnen. Ook in de zaak van Jorgen van der Sloot. En daarom vond ik het belangrijk om John vanavond een podium te geven om zijn verhaal te kunnen vertellen. We gaan zeker nog een keer contact leggen met de andere kant van de wereld. Met Curaçao, waar John woont. Om nog eens een keer een mooie resume te maken van het werkelijk absurde verhaal rondom deze vermissing. En laten we hopen dat voor alle partijen er nog steeds een keer duidelijkheid gaat komen. Goed. Straks gaan we echt daadwerkelijk weer met beide beentjes op de grond. Dan gaan we namelijk het hebben over kunst en cultuur, niet geheel onbelangrijk.